daar, meisje. Hallo. Leuk dat je komt. Heel veel jongeren willen best wel iets voor iemand anders doen. Maar hebben geen idee hoe dat moet. Krijgen ze vaak van thuis ook niet meer mee. En wij proberen ze de handvatten daarvoor te geven om dat juist wel te gaan doen. En we merken dat heel veel jongeren dat thuis heel erg leuk vinden. Dat ze ook een stukje betekenis ervaren in hun leven. Om gewoon simpelweg iets voor iemand anders te doen. En dan kan je denken aan lekker koffie drinken met iemand. Of de taal oefenen met iemand die hierheen gevlucht is. Maar heel laagdrempelig. De jongere kan echt zelf aangeven wat hij daarin wil doen. Wat hij leuk vindt. Nou, nu komen we weer eens even ergens anders. Dat is wel goed, toch? Wij doen de opleiding maatschappelijke zorg specifieke doelgroepen. En daar vallen oudere mensen of gewoon mensen met een zorgvraag onder. En wij zijn gevraagd vanuit Sociale Gasten om dit te doen op dinsdag, elke dinsdagmiddag. En het leek ons heel erg interessant. En vandaar zijn we nu bij mevrouw gekomen. Het neemt wel iets van je tijd, maar het is vrijwillig. Maar omdat je iemand er heel erg blij mee maakt, dat is gewoon heel gaaf. Iemand die wordt er gewoon heel gelukkig van, die is eenzaam. En die ziet ook echt ernaar uit als je komt. Dus ik vind het heel erg tof. Echt heel tof. Nou, ik vind het belangrijk om liefde naar je naasten te hebben. Mevrouw is erg eenzaam bijvoorbeeld. En vind ik het heel mooi om dan elke week te komen. Haar gezellig even te vermaken een middagje. Je ziet gewoon dat ze zo blij wordt als je binnenkomt. En dat vind ik gewoon heel erg fijn om te zien. Ik vind het heel erg leuk omdat ze ons zo hartelijk verwelkomt en dat ze zo leuk vindt. Hoe zou het voor u zijn als zij hier niet komen? Als zij, dan ben ik gewoon ziek. Ja, dat vind ik ongezellig. Ik weet al op maandag, denk ik, morgen komen ze alweer. Dat vind ik erg gezellig, dat vind ik leuk. Nee, het zijn echt lieve meiden voor me.